Hallo? Hallo, we praten met Alicia Ramatarnim. Ja? Ik heb gezien, u heeft een babykamer. Babykamer, ja? Ja. Is die te koop of te huur? Te koop. Te koop? Oh, ja. is 200 euro? 150 heb ik hem verlaagd, ja. Oh, hey, zeg maar, voor welke periode is dat? Baby gewoon. Ja, ja, voor welke, ja, ja, begrijp ik. Maar voor welke periode kan ik die kamer nemen dan? Oh ja, woensdag zou iemand daarna komen kijken. Ja, ja, maar ja, kijk eens niet kopen, hè? Nee, dat bedoel ik. Nee, daarom. Ik wil kopen. Ik weet zeker. Ja, ik weet zeker. Ja, ik moet mijn baby kwijt. Oké. Okay. Begrijpt u? Dus is mooi, ik heb die kamer dan. Ja? Dat die baby kan daar leggen. Wat is allemaal inbegrepen bij die kamer? Babybedje. Ja, die is wel handig. Die is handig. Kan die baby slapen ook, hè? Ja. Ja. Dus babybedje, commode. Ja. En klerenkast. Klerenkast? Ja. Oké. Verder, bedoel, die baby, wat krijgt die baby allemaal als die heeft die kamer? Verder? Erbij? Wat krijgt die baby allemaal? Hoe bedoel je? Nou, bijvoorbeeld die eten, die olvariet. Heeft u ook die olvariet? Nee, tuurlijk niet. Maar het is toch normaal dat die baby gaat eten? Ja, maar daar moet u toch voor zorgen, niet ik. Ja, maar dan moet ik iedere keer op en neer naar die kamer toe gaan en die baby eten geven. Doet u ook verhaaltje vertellen erbij? Bijvoorbeeld? Dus ik krijg uw baby. Ja, natuurlijk, even die kamer. Ik ga mijn baby daar brengen, die baby. Ik zeg net. En u koopt hem voor mij en voor de rest kan ik niks doen daarmee, toch? Ja, maar ik wil wel weten, wat is allemaal inbegrepen dan, hè? U zegt net bed, matras, dus ik vraag nu, oké, krijgt u ook verhaaltjes als je gaat slapen? Krijgt u ook eten erbij? Nee. Nou, die is dus niet zo moeilijk. Zeg maar, u wilt mij uw kind geven? Nou, niet geven. Ik ga niet die kind geven. U heeft een kamer. Ja. En ik heb een baby. Ja. Ja, en hier staat babykamer, dus ik breng die baby naar die kamer. En dan kan die kindje er slapen, maar ik wil wel weten of die kindje komt goed terecht. Ik heb geen huis of zo waar die baby in gaat. Oh? Die babykamer, zo noem je dat. Bed, commode en dingen. Nee, ik zoek die kamer. Ja, nee, daar heb ik dan nee. Ik wil die kamer graag erbij. Ik vind die bedjes mooi, maar die laat ik wel in die kamer. Ik wil die kamer erbij. Nee, dat gaat niet, sorry. Die gaat niet? Nee. Maar waarom heeft u dan hier ingezet? Hier staat advertentie te koop of te huren babykamer. Nee, ik zei te koop staat er. Ja, te koop. Nou ja, oké. Okay, ja, maar niet... toch geen kamer. Ja, staat dat... hier. Kinderkamer. Babykamer staat hier. Babykamer te koop. Ja, maar dat is in het Nederlands voor babybedje en alles, dus. Babybedje? Nee, ik bel echt voor die kamer, hoor. Ja, nee, sorry. Daar kan ik u niet helpen. Dus je kan niet mijn kindje daar neerzetten? Nee, tuurlijk niet. Waar is de moeder van het kindje? Ja, die komt ook af en toe langs. Ja, wij gaan wel in de gaten houden, natuurlijk. We hebben ook telefonisch contact met die baby. Oké. Oké, gaat niet lukken? Nee. Oké. Nou, dan helaas. Oké. Ja, tot ziens, mevrouw. Dag.